Is dit een jongensboekdroom? Ja, eigenlijk wel mijn eerste voor PSV en op zo'n mooi moment, dus ja. Neem ons even mee naar het doelpunt. Wat gebeurde er vanuit jouw rol? José kreeg de bal aan de linkerkant. Ja, ik hoopte dat hij hem daar precies zou leggen waar hij hem legt en dat deed hij ook perfect. En ja, ik kon er gewoon tegenaan lopen, dus ja. Ja, want ik wist niet dat jij een koppel was. Ja, ik kop niet heel vaak, maar ik kan wel aardig koppen, alleen ik moet er wel meer aan trainen. Je hebt die wedstrijd vooral vanaf de bank gezien. Dit is ook met het einde meegenomen, maar ook eerder al, het was een beetje een knotsgekke wedstrijd. Ja, maar het was wel best wel open. Iedereen had wel, ja, ook wel het besef dat er wel veel te halen viel als wij, zeg maar door hun counter heen konden en dan 4-3 konden spelen aan hun kant. En ja, we waren niet heel scherp op dat gebied, maar ja, het is gewoon zonde dat we niet meer hebben gescoord. Nee, want op een gegeven moment lag er ook heel veel ruimte, hè? Dat zag je na die 2-1. Had het eigenlijk niet 3-1, 4-1 moeten zijn? Ja, het liefst wel natuurlijk, maar ja, ik denk dat iedereen gewoon zijn best doet. Ja, een keer een kans missen kan gebeuren. Maar daar is dan de held Donjel Malen, hè? Red de dag. Ja, dit mag... Ik hoop het, maar ja, ik doe gewoon mijn best en ik ben gewoon daar als ik er moet zijn. Dit mogen jullie niet meer weggeven, neem ik aan, toch? Dat ben je met me eens? Nee, dat gaan we ook niet meer weggeven. Je bent toch Champions League, man. Gefeliciteerd. Yes, dank je wel.